Zo. Zou u daar kon u het nog leren? Wat ik had, niemand toen was, ik was de eerste persoon toen we daar bij om iets gekomen. Er was niemand geweest. De mensen worden ingegaan natuurlijk. Naar die personen, want die twee personen die daartoe klaar weggevat moeten kijken. Toen komen we vullen nou van mij nou, dat ik nog voor één van moet wegvat nou, ook moeten kijken. Die jongen dat gewoond is, dat weggevat moet elkaar. Dat moet elkaar, ja, maar ik weet niet, wie is die mens wat van weggevat moet elkaar in het hospitaal doen. Maar toen gaat ik aan persoonlijk en zo kijk op je dan, zo je het niet gezien hebt gezet. Oké. Hoe is dat? Zoet ik naar haar genaamd ook, maar er komt zo'n gevoel bij zijn nek, want de koele zijn nog lieve. Maar die is nog lieve. En die beetje poort zit nog lieve. Ik heb omtrent, ze komt een kwartier, 17 minuten, 15 minuten, ik ga zo. Ga zitten, ga ze samen met hem. Kon hij praten met je? Ik kan niet praten, als hij wil praten, dan behoor ik niet bloed. Oké. Hij heeft maar nog niet, ik niet kop geschud. Dat is de vraag van Enver, wie is het? Maar hij schudt niet zijn kop. Oké. Dat is al wat hij mee gedacht heeft. En toen ze na 2-3 minuten daarna te komen, de ambulance mee te raken. De politie zijn de ambulance mee te komen daar zo. Zo, ik kan niet praten. Ik kan niet gaan praten. Je bedoelt een beetje mond is gekomen? Ja, je schreef een beetje mond en de meeste die. Was je niet waar was je geschikt? De meeste niet mag, was je geschikt in die borst.